Kinderen begeven zich dagelijks in het verkeer. Niet voor niets vinden veel basisscholen verkeerslessen belangrijk. Naast de theoretische verkeersles is het ook heel belangrijk om verkeer praktisch te oefenen. De school van uw kind heeft er daarom voor gekozen om ook praktijklessen te geven. Dat doen ze met de methode Verkeerskunsten van School op Zeef. Praktische verkeerseducatie voor groep 1 tot en met 8. Want kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer. Verkeerskunsten helpt leerkrachten in het verzorgen van aantrekkelijke en kwalitatieve verkeerslessen. De lesmethode bevat oefeningen die op het schoolplein en in de wijk worden gedaan. Aan de rechterkant van de weg fietsen. Juist niet op het midden van de weg. Goed zo. Juist. Gedurende de basisschool ontwikkelen kinderen zich van passagier tot zelfstandig verkeersdeelnemer. Een structurele aanpak vanaf groep 1 is daarom noodzakelijk. Juist, dat is hem, dames. Goed zo. Scholen zijn niet in staat kinderen in hun eentje verkeersveilig te maken. Ook ouders hebben hierin een rol. Voor het beste resultaat is samenwerking tussen school en thuis noodzakelijk. Daarom gaat School op Zeef uit van het aanstellen van verkeersouders. Dit zijn ouders die het onderwerp verkeer bij de school op de agenda houden, een rol spelen bij het benaderen van hulpouders voor de praktische verkeerslessen en verkeersveiligheid zo nodig onder de aandacht brengen bij de gemeente. Nou, we hebben dus te maken met een stuk één richting wat we graag zouden willen. De vraag is, kan de gemeente hierin een stukje betekenen met betrekking tot de communicatie naar de mensen hier in de wijk? Uiteraard wordt er vanuit school ook iemand uit het team aangesteld. Deze leerkracht is de schoolcontactpersoon waarmee de verkeersouders allereerst contact onderhouden. Alsjeblieft. Staat verkeersveiligheid voor uw kind ook bij u hoog in het vaandel? Maak dan tijd vrij en help de school en uw kind. Voor high five gaan we hier voor aan het schoolplein neerzitten. Ja? Ja? Goed. Nou, ja. Wees, dans in. Meld u aan als verkeersouder of lever uw incidentele bijdrage als hulpouder. Maar ook buiten schooltijd heeft u als ouder een belangrijke taak. Bespreek en oefen regelmatig het verkeersgedrag met uw kind. En wat doen we altijd bij de auto? En dan kijken we goed naar links, rechts. Nee. Nou, maar goed dat de auto kwam. Kom maar, dan kunnen we. Uw gedragingen in het verkeer zijn het voorbeeld voor uw kind. Goed voorbeeld doet goed volgen. Meer tips over verkeersopvoeding vindt u op de website.